Truus Achterbos en ik kom voor de vak, dat is de afdeling Emmen en dat betekent voorlichting en adviescommissie. Herman Rood, voorzitter, coördinator van de Hoven. Met het dorpsprogramma, maar daar komen we hier natuurlijk voor. Het programma is nu zover uitgewerkt, Alja zal er straks iets meer van gaan vertellen, dat we het over de doelen en de maatregelen gaan hebben. Oktober was het programma uitgewerkt van de inventarisatie en de diagnose. Ik weet dat iedereen daar nog een beetje een beeld bij had hoe dat was. Er is in ieder geval die presentatie die wij toegegeven hebben, die is bij de stukken meegestuurd. Dus ik neem aan dat iedereen die ook wel gekregen heeft. Goed, wij hebben bij elkaar gezeten in oktober. Nou, toch alweer een tijdje geleden. Dus ik dacht, ik moet hier, en hij is gelukkig ook vrij vol, toch even wat tekst neerzetten over wat er allemaal gebeurd is nadat wij in oktober bij elkaar gezeten hebben. En in oktober hebben we bij elkaar gezeten. Jullie hebben toen ook allemaal opmerkingen gemaakt. Nou, die zaten ook nog bij het verslag van de vorige keer. Dus we hebben jullie een heel pakket opgestuurd. Ik loop nog wel eens regelmatig over het voetpad. En als ik daar dan langs loop, dan denk ik bij mezelf, nou, gemeente, de schoen past je zelf ook wel. Een mooi voorbeeld dit, want wat je ook al zegt van, nou, gemeente, dus het programma is niet het wijzen naar elkaar. Van, je gemeente, jij moet daar doen en de gemeente wijst, ja, maar als je, dit is gezamenlijk, hè? En de gemeente die zegt hier ook van, wij leveren hier een inspanning. Maar ook de dorpsraad levert hier, de ondertekenaars, ook de woningbouwcorporatie. Dus die tekenen ook voor deze onderdelen natuurlijk. En dan moet je het hebben vanuit de gezamenlijkheid. Je kunt de straal afvegen, zeg maar, in de herfst, zeg maar, of voor de herfst. Ja. En dan heb je een mooie straat, maar je kunt ook nog 2 maanden wachten. En dan heb je ook dat al fallout, wat van de bomen afvallen. En dan kun je alles in één keer opruimen en dan is het veel net. Die doelen, zeg maar, die hier beschreven staan, in ieder geval opgezet in maatregelen. Nou, in ieder geval stimuleren samenwerking verenigingen is daarin genoemd. Nou, Brede School is daar een mooi voorbeeld van. Dus er wordt ook al gekeken van, hoe kunnen we toch samenwerken om toch een goed aanbod te krijgen rondom de Brede School. Wat ik hier wel van wil zeggen, dat is als het gaat om stimuleren van samenwerking. En daar krijg je ook een betere sociale samenhang van. Ook dat is voor de Dorpsraad is dat een speerpunt, zou ik haast zeggen. Want wij hebben dus vorig jaar voor het eerst, en dat doen we dit jaar weer, hebben wij als dorpsraad gesprekken gevoerd met alle categorieën, verenigingen, instanties, stichtingen in Zwartemeer. En dan gaat het over bijvoorbeeld sport, over cultuur, waaronder bijvoorbeeld de vele koren die hier zijn. Verenigingen die zich bezighouden met zorg. Bijvoorbeeld denk aan de HBO, maar denk ook aan de VPZ.